Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag wat uitleggen over oplaadbare verlichting aan je fiets. Ik heb meteen ook een vraag. Wanneer je deze video leuk vindt en zinvol vindt, overweeg dan eens om lid te worden van ons kanaal. Daarover vind je alles in de beschrijving van deze video. En uiteraard ben ik ook nieuwsgierig naar wat heb jij voor verlichting op je fiets. Hè? Vaak zie je natuurlijk dat fietsen een NAV-dynamo hebben. Maar met name wanneer jij geen NAV-dynamo hebt, hoe is dan de verlichting op jouw fiets geregeld? En vind je dat prettig of misschien fiets je wel überhaupt nooit in het donker? Dat kan natuurlijk ook. Oplaadbare verlichting op de fiets. Je hebt natuurlijk in allerlei vormen. De verlichting die ervoor zorgt dat je gezien wordt, maar feitelijk niet of nauwelijks schijnt. En ook lampen die je tegenligger volledig verblinden. Nou, ik denk dat die twee voorbeelden allebei niet zo heel erg veilig zijn. Hè? Want als je natuurlijk zelf gezien wordt, tenminste dat is de bedoeling ervan, dan geeft het over het algemeen niet zo heel veel licht. En als je tegenligger verblindt, dan werkt de verlichting misschien zelfs wel averechts. Dus dat lijkt me ook niet zo verstandig. Maar goed, waar kan je nou op gaan letten op het moment dat je zo'n lamp overweegt om te kopen? Nou, in eerste instantie zou ik zeggen de hoeveelheid licht. En die hoeveelheid licht, die wordt heel vaak aangeduid in lumen. En om even het verschil uit te leggen tussen lumen en lux. Een andere manier om lichthoeveelheid of lichtsterkte eigenlijk aan te geven. Luxe, dat betekent de lichtsterkte. Dus als je heel veel licht middels een reflectie zeg maar bundelt, of middels een lens bundelt tot licht op één heel klein punt, dan kan je een hele hoge hoeveelheid luxe hebben, terwijl je feitelijk nog steeds niet of nauwelijks wat ziet, omdat alle verlichting eigenlijk op die ene kleine locatie schijnt. Lumen, dat zegt iets over de lichthoeveelheid. En ja, die lichthoeveelheid, dat kan enorm veel licht zijn, maar op het moment dat dat licht niet, laten we zeggen, op de straat eindigt, dan heb je er eigenlijk ook niks aan. En dat maakt het per saldo ook best ingewikkeld, want ik moet zeggen dat weinig merken, en ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat is, maar er zijn weinig, tot ik ken eigenlijk helemaal geen merken, die op hun lamp zetten hoeveel lumen en hoeveel lux de lamp geeft. Dus het is een beetje gissen. Maar goed, ondertussen hebben we natuurlijk wel de nodige ervaring daarmee. En ik kan je vertellen dat een lamp met, laten we zeggen, meer dan 300 lumen, over het algemeen best wel de nodige hoeveelheid licht geeft. 500 lumen is is echt flink. En meer dan 500 lumen, dat zou je in normaal stadsverkeer niet per se nodig hebben, mijn inziens. Maar goed, die verlichting kan natuurlijk ook gebruikt worden laten we zeggen, op plaatsen te rijden waar echt niet of nauwelijks licht is. Of als je ermee door het bos zou willen rijden, daar waar dat mag. Want ik wil je niet op een idee brengen, je mag normaal niet heel snel 's nachts door het bos fietsen. Maar als het wel mag, dan heb je natuurlijk wel behoefte aan goed licht, zodat je goed de omgeving kan zien. Aan de andere kant hebben we de lampen met luxe, waar dus de lumens niet worden weergegeven. En luxe, maar ja, laten we zeggen, 40 lux, best flink. 60 lux, serieus licht. Dus dat een beetje als richting. Nou wil ik het eigenlijk even focussen op dus die oplaadbare verlichting. Want daarbij zijn toch wel een paar dingetjes van belang. En dan met name de accuduur. Hè, want het is natuurlijk hartstikke leuk om een lamp te hebben die heel veel licht geeft. Maar als je dan vervolgens na een half uurtje de accuduur eigenlijk al klaar is, dan heb je er niet zoveel aan. Die accuduur die wordt vaak weergegeven op de verpakking. De lampen kennen verschillende standen. En afhankelijk van de stand laat je hem fel branden of laat je hem minder fel of misschien zelfs wel knipperen. Mag niet in Nederland hè, knipperen, maar toch. Dan zie je dat de accuduur natuurlijk, of de accuduur toeneemt. Maar dan komt er een tweede punt. Die accuduur die op die verpakking staat, dat is op het moment dat de lamp nieuw is. En we weten allemaal dat accu's in de loop der jaren minder worden. Nou, dat is best een lastig dingetje, want ik heb uitproberen te zoeken hoe je er nou achter kan komen hoe goed die accu's zijn.
Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar bepaalde merken die daarin worden gebruikt. De fabrikanten dat aangeven. Maar waar je ook naar kan kijken is in hoeverre er bijvoorbeeld garantie wordt gegeven op die accuduur. En ik weet bijvoorbeeld dat BBB daar 2 jaar garantie op geeft. Dus die tijden die hier op de verpakking staan, daarvan garandeert BBB dat dat die minimaal 2 jaar lang, zeg maar, ook daadwerkelijk zo blijven. En na verloop van tijd wordt het natuurlijk minder, maar goed, dat is niet anders. Je weet in ieder geval zeker dat je de komende tijd een lamp hebt die voldoende lang brandt. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog of zo'n lampje tegenligger verblindt, ja of nee. Nou, daarvan, in alle eerlijkheid, moet ik zeggen, dat is lastig. Ze geven vaak behoorlijk licht. Het is echt een kwestie van de lamp goed voldoende naar beneden zetten om ervoor te zorgen dat je tegenligger niet verblind wordt. En wat daarbij helpt natuurlijk is dat je de klem waar die lamp op zit niet heel vast op je stuur draait. Voldoende vast dat die niet vanzelf beweegt, maar dat je de lamp eventueel wat omhoog kan zetten als je echt behoefte hebt aan ver zicht. Maar dat je hem ook zelf misschien iets naar beneden kan draaien zodra er een auto komt of een andere tegenligger, zeg maar. Let er in ieder geval op, want het is natuurlijk hartstikke leuk, dat weet ik, dat je zo lekker heel veel licht hebt. Maar het is niet altijd zinvol en nogmaals, het werkt zelfs averechts, hè, als je tegenligger verblindt. Wat wel ook belangrijk is, kijk gewoon ook even naar die constructie. Want heel vaak zie je dat lampen vanzelf bijvoorbeeld misschien wel mooi zijn, maar dat de constructie, zoals die op de fiets wordt gezet, fragiel is, makkelijk afbreekt, niet los leverbaar is. Dus stel dat die kapot gaat, dat je dan dat onderdeel niet los kan krijgen. Dus dat is wel belangrijk als je een lamp hebt, dat er spare parts, zeg maar, leverbaar zijn. Verder hebben we natuurlijk dan ook achterlichten, zoals deze bijvoorbeeld. En achterlichten worden dan vaak aan de zadelpen gemaakt. En ook dan is het belangrijk, want fietsen waarop dit soort verlichting wordt gebruikt, hebben vaak geen spatborden. Dus dat betekent als je in de regen rijdt, worden die lampjes nat. Dus het is belangrijk dat ze goed waterbestendig zijn. Kijk daar even naar, waar zit de aansluiting om hem op te laden? Wordt het netjes afgedicht en dat soort dingen? En vraag ook eens hoe zit met garantie, stel dat zo'n lamp het begeeft als gevolg van vocht of wat ook maar. Ook daarvan zit nog wel wat verschil in hoe daarmee omgegaan wordt. Dus neem dat mee voordat je een lamp koopt. Ik heb, per saldo wil ik er vooral ook mee zeggen dat meer is niet altijd beter. Dus meer luxe, meer lumen, helemaal niet. Wat vooral belangrijk is dat die lamp gewoon doet wat hij moet doen. Dat hij voldoende licht geeft, dus 350 tot 500 lumen is vaak genoeg. Wil je in het bos gaan rijden, kan je meer. De lampen aan de achterkant, dat ze goed waterdicht zijn. Dat ze eventueel makkelijk bedienbaar zijn, zodat je niet per se hoeft af te stappen om de lamp aan of uit te kunnen zetten. Dat het eigenlijk eenvoudig gaat. De koplamp is vaak handig als die meerdere standen heeft, zodat het niet nodig is om hem altijd heel fel te laten branden. En die accuduur, dus dat is echt een dingetje, want ik ken genoeg lampen die met mooie, hoge getalletjes worden verkocht en eigenlijk binnen het half jaar al niet meer presteren. Dus dat is eigenlijk jammer van het geld en ook jammer van de materialen, want dan wordt de lamp weer weggegooid, dus het is niet echt duurzaam, hè, op die manier. Ik zit even na te denken of er nog dingen zijn waar ik... misschien is er nog wel een dingetje. Gewoon even als laatste. We hebben natuurlijk de laatste tijd constant over oplaadsnoertjes, verschillende stekkertjes, allemaal onhandig en word je helemaal knettergek van. Let eens op de aansluiting ook. Waarmee wordt die opgeladen? Is dat een gangbaar snoertje? Wat je gewoon, wellicht al tientallen van in de kast heb liggen en op die manier dus niet weer een uniek snoertje nodig heb om die lamp op te laden. Of wordt er weer een bijzondere aansluiting gebruikt wat weer extra snoertjes tot gevolg heeft in je kast. En waarbij je ook afhankelijk bent van dat ene snoertje wat bij die lamp meegeleverd is.
Nou, ik ben benieuwd. Wat heb jij voor verlichting? Heb je goede ervaring mee? Niet zo goede ervaring mee? Hè, wat zullen je keuzes zijn voor in de toekomst? En nogmaals, vond je deze video leuk en leerzaam? Overweeg eens om lid te worden van ons kanaal door in de beschrijving even te lezen wat daar de voordelen van zijn.